Van je zeker. Jongen, kan jij daarachter blijven? Ik ga voor. Ik zou vast bukken als ik jou was. Ik ben aan het twijfelen of zo, ja. Is dat ook wel bekend als setup-laan? Setup-laan? Ja, hier staan ze meestal tering, met wapens. Tering, kijk, oh, daar gaan we. Hoppa! Ik ben geen. Roos, ben je dood? Nee, ik ben niet dood. Handen omhoog, Lotte. Hoi, ik deed mijn handen omhoog, pik. Ja, Bulrend Laan. Hey Marty, dat is goed, Ray. Wat moeten we nu doen? Ben je nou dood? Je bent dood! Bro. Is ze dood? Hey, en ik ben hier! Hey! Ik ben alive! Maar wacht even. Locatie. Roos is dood, jongens. Wat is de locatie? Bij die schietlaan. Schietstad, schiet weg. Wat? Boerendaan. Okay. Ik ga gewoon op iemand uitstappen. 42. Blijven we volgen. Ja, gaat alles wel goed met jou, collega? Ja, met mij gaat het goed. Ik ben bijna dood. Maar... Hey, wat? Hoe deed je dat? CPR toe doen. Oh, ik boei ze per ongeluk vast. Ik ga ongeveer 1,5 kilometer uit. Ik ga linksaf nu omhoog. Is, nu bij dat Octavio huis. Oh nee, dit is toch niet Kim of hier is dit? Roos, dit is Roos. Oh nee, dat is nog erger. Oh, hoeveel zijn er eigenlijk? Hey, Roos! Na de bocht, hè? Ga dat, Roos! Ja, oh, nog iemand plat? Ik heb hem nog. Fish, ja. We gaan weer verder, want ze hebben ons nodig. Collega, wij gaan weer verder. Als er wat is, dan horen we het. Yo, yo. Hallo, Roos! Zo, hallo. Zo, waarom wat is hier? Wat is er gebeurd? Ik heb oprecht geen enkel idee. Jongen. Ze is doodgeschoten. Ja. Oh, dat is ook weer fijn. Ja. Het is ook weer feest. Ja, oh, wat fijn dat ik dan nog leef als ik ben doodgeschoten. Er is toch wel veel stof van die hart in je mondje, ja, volgens mij. Oh ja. Wat nou weer dan? Oh mijn god. Ja, gaan we maar het is wel de bedoeling dat je die autosleutel in het contact van de auto doet, hè? Niet in de broekzak. In de broekzak. Broekzak. Oh, ik ga maar weer weg hier. Nee, oh, meneer, mag ik alstublieft nog een pleistertje? Heel veel pijn. Roos, wat moet hij doen? Ja, ik weet niet waar ik geraakt ben, maar ik heb wel pijn, denk nou, ik. Nou, ik denk dat ze op de borst is geschoten. Nog net niet in de hart. Meneer de ambu, ik neem terug wat ik net zei. Het spijt me, oké? Ik zal niet meer... Ik hou van accenten, dat vind ik leuk. Het waren een aantal schoten. En ik heb Marcel. Een shapekist. Je wordt ook heel veel geschoten bij uitvalbaan. Maar waar heb je last van, Roos? Waar heb ik last van? Ik denk een beetje mijn heup of iets dergelijks. Volgens mij ben ik een beetje mijn romp geraakt. Zeg maar bij, weet je waar ik oud Gavio uit zit? Jazeker. Ja, daar zit een beetje aan het ruimen. Mm. Een zeepkist. Lekker chocomelletje. Ja, of roder of een omroder? Ja, allemaal of roders. Of roders, is het gehoord? Meneer, ik moet ook echt geholpen worden. Schrik je wel snel een pleister. Ja, zit in ieder geval lekker. Al dat bloed op mijn hand. Ja, Roos heeft mij gekwetst. Nee, ah, daar komt een Camaro in mijn porto. Geef erin. Merci. We zitten hier nog op een van de bergen. Even okay. Ik heb nog te zien, voor de rest rijden nog een paar andere auto's rond. Man weet niet eens waar die geraakt is. Het is een vrouw, Thijs. Richting Boretla. Kijk maar. In de bergen? Ik heb niet het idee dat die trouwens nog erin zit, die kogel. Heb je die Efficat nog? Daar gaan we toch even kijken. Ja, zal ik eens even mijn Hessie doen? Ook doe jij eens even je SEO. Maar kijk, dat is ook zo, hè? Krijg van die collega's de koppel aan, maar dan heb je er geen, uiteindelijk nog geen flikker aan. Ja, dat klopt. Hier is die weer. Smet, middel, pullen. Alright. Zijn nog voertuigen? Ik kan een beetje gaan prikken, Roos, maar dan ben je misschien tegenwoordig wel aan gewend. Twee Africats. Sorry, wat zeg je? Ja, dit kan een beetje prikken, maar dan ben je wel. Oh, ik ben wel wat gewend, joh. Ik ben al zo vaak doorzeefd, dat wil je niet weten. Jeep, zwarte SRT. Ah, dat zijn al die plekken op je arm. Alright, is vernomen. Exact. En op je borst zie ik ook een beetje te verdoezelen met die tato's, weet je wel? Oh ja, tato's! Die tato's zitten dan al bij al die littekens heen, van al die schoten van me, hè? Oké. Ik hoor ook overal ambu. Maar jij bent die motor. Ja, dus hierboven hoor ik net ook een collega. Ik zie alleen geen feest. Ja, hier, je moest naar rechts. Ja, wist u dat dit setup-laan is, meneer? Ja. Mijn collega die gaf net een andere call-out. Wat zei ik ook weer? Wat zei ik? Ik weet niet meer wat je zei. Schietlaan of zo? Schietlaan. Schietlaan, ja, zoiets was het.
Hey, nou, jij zei, ik ben ready voor een schieten. En jou, daar stond ze. Ja, weet je wat ook leuk is? Precies achter mij ben ik een keer door mijn hoofd heen geschoten. Ja, een collega is vergevallen van jij? De motor. Zie je ja. Met je fietshelm. Ja. Oh, ja. Zeker is, ja. Nice. Of Amaro, excuus. Ik ben nog nooit doodgeschoten. Hou we zo. Wat hadden we? Even kijken of ze hem beschikbaar in het is weer, hè? Meneer, duurt het nog lang om een collega op te lappen? Oh, zeg het dus even normaal, hek. Op te lappen? Dat is... Ja, dat is toch niet oplappen, of wel? Ik sorry. Ik zie in mijn hoofd vol make-up te smeren. Nee, sorry, maar dat zeggen wij in Nederland. In België is dat misschien anders. Ik woon geen eens in België. Oh. Echt een feest. Oh, Sjaak, die zit ook weer te bleren. Ja, Brisje. Dat is een clipje, hoor. Wat? Oh, god. Dat is nou weer een clip. Ik maak het ook allemaal weer niet mee. Nee. Help, Richard. En je maakt het nog wel mee. Dat is allemaal nog goed. Ja. Ja, ik leef nog, maar dat komt ook door een game. Ja, dus ik zal even kijken als er beschikbaar in het is voor ja, jou. Ik heb precies hetzelfde. Oei, oei, oei. Oh, wat een feest is er met jullie. Iedereen ligt dood van jullie. Ambiporto, wat nou, ik leef feest, hoor, meneer. Wat een feest. Oh. Weet je waar dat komt? Dan mag je de hands oproepen. Ik eet veel banaantjes. Eet veel bananen zijn en ik drink veel melk. Weet je wat je daarvan krijgt? Nou? Sterke botten. Zo. Sinds wanneer is dat dan weer dan? Nou, dat is echt zo. Er zit veel calcium in. Oh. Dat kennen Belgen niet. Geef richten, Daisy. Oh, ook tot de DSC, gast. Oh, dat is een collega van jullie verongelukt door een motor, gast. Onze Karel. Of is niet Karel? Ja, Joey, je moet de Discord joinen. Ga even zitten, hoor. Ga maar lekker zitten. Meneer de ambulance, hoe lang duurt het nog? 2:30 en dan kom ik aan. Maar, Roos. Ja, hoe heet u eigenlijk, meneer? Want ben je Beunhaas? Dezelfde... Ja, dezelfde toen ik geboren werd. Wat leuk. Ben je nice. Beunhaas? Ja, dat ben ik. Benny. Ja. Dat doet me denken aan de Bennies. Ken je dat? Ja, ik word spontaan depressief hier. Hoezo? Ik word ten eerste afgekraakt dat ik een cent heb. Is de kogel eruit, meneer? Ja, Benny? Die was eruit. Ho, ik heb bloed aan mijn schoen. Ho. Ho. Beter dan... Schoen aan mijn bloed. Oeh. Schoen aan mijn bloed. Kan ik rustig gaan staan, Benny? Ik denk het wel, hè? Hey, zeepkist, jij gaat maar even naar... Nou, hey, chef na, wordt ja, dit is een shapekist. Die mag je mag even Matthias heen. Neer, maar dat is meer denk ik voor de allemaal. Voor de ja. Zou je even een melding kunnen maken? Dan komt de shapekist hier op film toch? Nee, je moet 5M. Maar Roos, heb je nog ergens last van? Nou, ik denk dat de adrenaline nog niet helemaal is uitgewerkt. Maar misschien dat je wat pijnstilletjes voor me hebt voor strakjes. Ja, dat heb ik. Dan laat ik Lotte zo rijden. Oh yeah! Nee, nu ga ik goed. Heeft hij misschien ook van die bumperkussens? Ja, maar ik wou net zeggen, moet ik nog mee op de achterbank voor de extra veiligheid? Extra airbag. Oh, motor kapot. Medkitje heb ik ook nodig. Oh nee, repairkitje. Medkitje. Oh, ik ga het wel even halen. 2003, zouden jullie een kijkje kunnen nemen bij route 15 winkeltje? Weet je zeker dat je Lotte laat rijden? Ja. Ja, ik weet het zeker, ik weet het zeker. Weet het zeker? Ik heb een mooi leven gehad, meneer, dus maak je geen zorgen. Ja, hij reed naar A6. Maar die rest was inderdaad richting paletten, klopt. Doei meneer, Benny. Hoi. Wat moet ik met die melding doen? Van...